meest luxe wijk van Nederland woont een gezin met 4 verwende kinderen. Deze kinderen krijgen alles wat hun hartje begeert. Als ze nee te horen krijgen, duren ze net zo lang tot ze een zin krijgen. Wijngums, je moet ze hebben. Oh, wijngums, daar heb ik zin in. Ik ook. Mam, mogen we wijngums? Maar jullie hebben al zoveel snoep en eten. Ja, en we hebben het niet eens in huis. We hebben nooit wijngums. Ik heb geen zin in ruzie hoor. Nee, ik ook niet. Oké, ik ga wel even naar de supermarkt. Yeah! Nee, de kinderen stikken in de snoep. Dat met het ziekenhuis. Ja, snel komen. De ambulancezusters zijn in een paar minuten. Oké, eerst kijken of ze nog leven. Oh ja. Ze leven nog hoor. Ze hebben veel te veel gegeten. Zullen we ze even naar de ambulance brengen? Ja. Zijn helemaal niet dankbaar. Ze willen alleen maar naar huis. Op ziekenhuis. Kunnen we weg? We willen onze hobby doen. Eten en gamen. Ga weg. Ik wil niet in het ziekenhuis zijn. Ik wil naar huis. Gelukkig gaat het goed met ze. Mocht ze Willem mee naar huis nemen, het gaat goed toch? Nou, het gaat nog niet helemaal goed. Ze mogen nog niet naar huis. Maar, want ze moeten eerst nog een prikje. Prikje? Het zou wel goed voor jullie zijn, lieverds. Van een prikje wordt nooit iemand minder. De dokters zijn iets van plan. Auw! Een beetje duister. Door de prikjes zien de kinderen hoe het in de andere landen uit toe gaat. De kinderen huilen van de honger. Wat gebeurt hier? Ik weet het niet. Hey kindjes, wat is met jullie aan de hand? Waarom huilen jullie? Volgens mij kunnen ze ons niet horen. Welk land is dit eigenlijk? We moeten ze naar de dokter brengen. Waarom moeten we zo naar het ziekenhuis? Wij hebben toch een helikopter? Hier is toch helemaal geen tijd voor. Breng ze het ziekenhuis, snel, snel! Misschien hebben ze hier wel helemaal geen helikopter of een ambulance. Oh, wat erg. Na een uur komen ze bij het ziekenhuis. Maar dat zijn dezelfde dokters als in Nederland. Werken ze ook hier? Help ze, ze hebben zo honger. Wat een klein ziekenhuis, zeg. Ik hoop dat ze hier wel wat te eten krijgen. Maar we hebben niet genoeg medicijnen, dus jullie moeten zwemmen. Eigenlijk hebben we nog wel wat water. Ja, dus iedereen kan wel slokje. Sorry jongens, we kunnen niet zoveel voor jullie doen. Medicijnen belen? Dat kan toch niet? En alleen maar een slokje water. Ze hebben honger. Wat zielig voor hen. In Nederland hebben wij het veel beter. Komt het nog wel goed met ze? Ja, ze waren in één keer helemaal buiten Westen. Het komt nog wel allemaal goed, maar je moet ze nog niet zoveel snoep geven. Want anders dan komen ze hier veel te vaak in het ziekenhuis en dat willen we niet hebben. Dan wordt het een drama thuis. Ja, dan gaan ze de hele tijd zeuren om snoep. Nou, wij denken wel dat ze snoep wel op zullen geven. Dokter droom. Hoe kan het dat wij jullie ook in onze droom hebben gezien?
Hé, jullie werken toch hier niet in andere landen? Ja, we hebben wel in andere landen gewerkt en daar hebben we hele erge dingen gezien. Want daar gaan de kinderen niet naar het ziekenhuis omdat ze te veel eten, maar omdat ze te weinig eten. Ja, wij hebben het ook gezien en ik vond het heel erg. Ik denk dat wij misschien niet meer zoveel snoep moeten eten. Dat vind ik een heel goed idee van jullie. Ja, maar kunnen jullie ook een oplossing bedenken dat het hier goed gaat en in de andere landen? Hey, ik heb ook misschien een goed idee. Want als we al ons snoep gaan verkopen en het geld wat we daarmee ophalen aan de arme kindjes in Afrika geven. Dat is echt een heel goed idee, maar kunnen we niet nog meer doen? We hebben hier speciale Kid Powerband bandjes die je om kan doen en dan kan je punten verdienen. Voor elk punt dat jullie krijgen, zorgen wij voor extra eten in arme landen. Oh ja, goed idee! De Nederlandse kinderen gaan sporten om punten te sparen op hun Kid Powerband. Ook gaan ze hun snoep verkopen. Door al dat bewegen vallen ze ook nog eens af. Zo hebben ze allemaal wat aan. Was mis. Oké, doe nog maar een keertje. Doe nog maar een keertje. Camera draait. 3. Jij bent echt zwaar. En ik zie je ook. Met z'n allen. Drie. Ja, nee. Ja, nee, ze moeten niet. Ja, nee, ze. Nee. 2, 3. Oh, wacht even. Dan wie zegt het dan? Komt hier hoor. 3. Ja, dat vind ik. Ik kan weet het niet meer. We kunnen. Nee. Ja, we kunnen al ons snoep verkopen voor geld. We kunnen al snoep verkopen. En.